In het Albert Schweitzer ziekenhuis is het vandaag de dag van de gastvrijheid. Het ziekenhuis wil het de patiënten en bezoekers nog meer naar hun zin maken. Vandaag is de uitvoering eigenlijk van de eerste concrete fase. Dus elke afdeling deelt of fruit uit, of heeft pannenkoekjes gebakken en deelt die uit, of het deelt kaarsjes uit. Er zijn allemaal ideeën om te benadrukken, wij ontvangen u vandaag gastvrij. Een ander voorbeeld is de mobiele keuken. Een keuken die naar ieder ziekenhuisbed gereden kan worden om het eten te maken wat de patiënt graag wil. De keuken zal gebruikt worden op de kinderafdeling. Een kind die een pannenkoekje wil, dan kunnen we dat aan het bed bakken of een biefstukje bakken. We kunnen kortom veel meer doen, ook in, noem het maar even, de fun factor. Het geld voor de nieuwe keuken is bij elkaar gebracht door IKEA Barendrecht. Een jaar lang doneerde IKEA voor ieder verkocht kindermenu 1 euro aan de kinderafdeling van het ziekenhuis. Er is in totaal 18.000 euro opgehaald. Bij IKEA vinden we eigenlijk kinderen de belangrijkste mensen ter wereld. Dus als wij iets sponsoren of een donatie geven, dan heeft dat eigenlijk alles te maken met woninginrichting of met kinderen. Dit is nog een proefkeuken. De echte komt over een paar weken.